DNA-leden plaatsten vraagtekens bij de leeftijdsgrens voor overeenkomsten tussen patiënt en zorgverlener als het aankomt op medische kwesties. Dit was een onderwerp gisteren in het parlement tijdens de behandeling van het burgerlijk wetboek. De verbintenis, oftewel overeenkomst tussen patiënt en zorgverlener, komt voor in boek 7 van het burgerlijk wetboek en stelt dat personen vanaf 16 jaar zelf een verbintenis kunnen sluiten met de zorgverlener. NDP-parlementariër Ebu Jones vindt dat de leeftijdsgrens van 16 niet verantwoordelijk is, terwijl VHP-parlementariër Cheryl Dijkstil aanhaalde dat er voldoende onderzoek verricht is dat het tegendeel bewijst. Ik wil graag inkomen omdat er hierover breedvoerig onderzoek is gedaan door dokter Feira. Oh, we mogen geen namen noemen. In elk geval, ze heeft onderzocht de capaciteit van kinderen tussen de 12 en 16 jaar met betrekking tot wanneer er voogdij gegeven moet worden. Dus naar analogie daarvan, ze heeft ook een stukje van de medische kant genoemd. Ik stel voor, ik zeg het lid, of ik beveel aan het lid Jones, om dat stukje te lezen. Dr. Feira heeft breedvoerig hierover onderzoek gedaan en heeft dat gepubliceerd in ons juridisch. Aan de ene kant in onze wetgeving zeggen wij, 18 jaar is ergens een drempel waarvan we verwachten dat mensen in staat moeten zijn om verbintenissen aan te gaan met een bepaalde gevolg. Nu wanneer we kijken naar je medische zorg, voorzitter, tussen medische, tussen zorgverlener en zorgvrager, ontstaat er een verbintenis met juridische gevolgen indien. Waarom zetten we plotseling de leeftijdsgrens terug naar 16, 12 of noem maar op? Waarom houden we niet een bepaalde grens aan? Dus wat ik daarmee wil aangeven, ik keur het niet af wat ik zeg. Die discussie moet verder gevoerd worden, daar gaat het om. En gaan we nu zeggen, in onze samenleving zijn onze kinderen van 17 jaar in staat om een besluit te nemen als ze een niertransplantatie aangaan of niet? Dat is die vraag die we ons moeten stellen. Jones pleit ervoor dat medische deskundigen aangeven of de leeftijdsgrens van 16 jaar voor medische zaken verstandig is. Hij is niet voor of tegen dit besluit en ziet wel graag dat er discussie over dit onderwerp wordt gevoerd om tot een goede conclusie te komen. VHP-parlementariër Dil Sharman vindt dat de leeftijdsgrens van 16 jaar opgekrikt kan worden. De argumentatie van lid Jones is toch wel één dat hout snijdt. Ik denk dat het inderdaad correct is als je kijkt naar alle verdragen waarbij leeftijden worden aangegeven van minderjarigheid naar meerderjarigheid, dat er zoveel mogelijk is getracht om de leeftijd van 18 jaar aan te houden. Dit is een punt waarover we moeten nadenken en kijken als we die leeftijdsgrens moeten stroomlijnen met elkaar. Maar er zijn voldoende argumenten om ook 16 jaar te rechtvaardigen, laat maar het ook aangeven. Dus beide kanten heb je argumenten die reëel zijn, relevant zijn, valide zijn. En inderdaad, hier in de zaal moeten we eruit komen. En ik denk, als u mij vraagt naar mijn gevoel, met mijn bescheiden kennis over juridische zaken, zou ik inderdaad één grens willen hanteren van 18 jaar. Dat is ook makkelijker werken waarschijnlijk voor juristen en anderen die met deze materie elke dag omgaan. Lid Jones stelde dat er gekeken moet worden of zulke besluiten niet in overeenstemming met de ouders of verzorgers genomen moeten worden, gezien deze besluiten juridische gevolgen kunnen hebben.